meisjes, daar ben ik weer. Ik ben Meester Christiaan en je kan me kennen van PCBO de Toonladder, de Bouwhof of OPS de Eendracht. En vandaag gaan wij kegelen. Wat heb je nodig bij dit spel? Je hebt 6 lege flessen nodig of bidons of misschien iets anders. Je hebt wat schoenen nodig. En je hebt een bal nodig, ongeveer deze formaat. Een volleybal, een voetbal of iets anders. Nog een kleine tip. Als je dit spel speelt, is het fijn om het buiten te doen, zodat je wat meer ruimte hebt. En mocht er nou heel veel wind staan, dan kan het zijn dat die flessen omwaaien. Daarom heb ik in deze flessen een klein beetje water gedaan, zodat ze iets zwaarder zijn en niet zo snel omwaaien. Dan hoef je niet elke keer die flessen rechtop te zetten wanneer je net wil gooien en de wind waait ze om. Stap 1. Zet de 6 flessen in een driehoekje neer, net als bij een bowlingbaan. En je kan ze wat dichter bij elkaar zetten om het makkelijk te maken voor jezelf. Of wat verder uit elkaar om het wat moeilijker te maken voor jezelf. Dat mag je zelf kiezen. Als de 6 flessen staan, pak je 1 schoen. Zet je hak neer bij de voorste fles. Doe een stapje naar voren. En leg de schoen daar neer een beetje aan de zijkant. Pak vervolgens de bal. En ga vanaf schoen 1 proberen onderhands met 2 handen te gooien naar de flessen toe. Als je hebt gegooid, dan ga je kijken hoeveel flessen je hebt omgegooid. En dat zijn jouw punten. Nu komt het moeilijke gedeelte. Als ik ga tellen en ik stel er nu 5. Heb ik 5 punten, maar ik mag het 3 keer proberen, dus 3 keer gooien. Gooi ik daarna bijvoorbeeld 4 flessen om, dan ga ik rekenen. Ga ik 5 plus 4 tellen, dan zit ik op 9. Gooi ik daarna nog een keertje, gooi ik misschien weer 5 flessen om, dan ga ik dus 9 plus 5 doen, dan zit ik op 14 punten. Waarom ga ik tellen? Omdat na 3 pogingen hoop ik dat ik 12 punten of meer heb, want daarna mag ik de volgende schoen pakken en ga ik een stapje verder. Dan ga ik vanaf schoen 1 ga ik nu nog een stap verder zetten. En ga ik vanaf hier proberen te mikken. En dan kan je kijken hoe ver jij komt. Lukt het een keertje niet tot en met de 12 punten? Heb je misschien maar 11 of 10 punten? Probeer het gewoon nog een keertje. Succes! Stap 2. Je doet nu precies hetzelfde als bij stap 1. Je hebt nog steeds de 6 flessen nodig en de schoenen staan er nog steeds. Alleen, nu ga ik met 1 hand proberen te gooien. Dus kijken of het lukt. Vanaf schoen 1 begin ik. Ga ik met 1 hand proberen te mikken op deze manier. Als ik heb gegooid en ik ga ze weer tellen, probeer ik het nog 2 keer. En dan kijk ik of ik weer 12 punten heb of meer om weer een schoen verder te mogen. Maar als met 1 hand gooien nou heel moeilijk is, dan mag je ook de bal neerleggen op de grond. Dan leg ik de bal op de grond en dan ga ik proberen vanaf hier met mijn ene hand te rollen naar de flessen toe. Niet proberen te slaan, maar proberen te rollen. En dan kijken of op die manier het lukt. Succes! Stap 3. Bij stap 3 heb je maar 1 fles nodig. Zoals je ziet, ik heb maar 1 fles staan. En we gaan nu proberen dus heel goed te mikken op die ene fles. Dat doe je weer met 2 handen. Vanaf schoen 1 met 2 handen op die ene fles mikken. Als je dat lukt, mag je meteen een stap verder. Dan ga je gelijk naar de volgende schoen. Ga je kijken hoe ver je komt. Stap 4. Bij stap 4 ga je weer op 1 fles mikken, maar nu weer met 1 hand. Met 1 hand mikken of in 1 keer, of weer vanaf de grond rollen. En als het lukt, mag je weer een schoen verder meteen. Succes! Stap 5. Bij stap 5 heb je nu wel weer alle 6 de flessen nodig. Wat we nu gaan doen, is met een kleine aanloop mikken. Ik zou het even laten zien. Als hier mijn eerste schoen is, doe ik even een grote stap naar achteren. En dan ga ik met een kleine aanloop proberen te mikken. Dus ik loop naar voren en ik probeer op die manier te gooien. Dus eigenlijk maak ik een stap. Ik stap met mijn voet eerst uit, uitstappen en dan gooien.
Net als dat je dat misschien wel eens doet als je een tennisbal gooit. Dan zet je ook eerst een stap en daarna gooi je. Dat probeer je nu ook hier. Probeer het maar eens. Succes! Stap 6. Bij stap 6 gaan wij voor de allermoeilijkste stap. Want we gaan nu met één hand proberen te gooien en op één fles. We maken er een soort bolen van. Want net als met bolen ga je proberen nu met een stap onderhands te mikken. En dan nu alleen al op één fles om het extra moeilijk te maken. Hoe ziet dat eruit? Je doet vanaf de eerste schoen weer even een stap naar achter. Net als bij stap 5. Je hebt de bal met één hand vast. Je stapt naar voren. En wanneer je stapt ga je proberen de bal in één keer te rollen naar de fles. En hem om te proberen te stoten. Ik zeg expres rollen. En niet gooien, want met rollen krijg je echt die bowlingtechniek. En dan heb je ook meer kans om die fles om te stoten. Doe je best. Jongens en meisjes, ik hoop dat jullie heel veel plezier weer gaan hebben met dit spel. En ik ben natuurlijk ook weer heel benieuwd hoe goed jullie zijn of hoe ver jullie komen. Ik heb al van andere filmpjes heel wat berichtjes gehad van jullie en van je ouders. Maar ook filmpjes of foto's hoe goed jullie bezig waren. En dat lijkt me hartstikke leuk om weer te zien of te horen. Dus stuur een berichtje op of laat een filmpje door je ouders maken. En dan ben ik weer heel benieuwd hoe jij het kegelen doet. En ik hoop natuurlijk jullie zo snel mogelijk weer te zien op school. En tot dan, veel plezier met de filmpjes. Doei doei!